getrekken. En dat is wel heel uniek voor wat betreft de track the pooling spot. En ja, het gaat dus ook echt om de centimeters. Ja, de Flying Baker, oftewel Arjan Koorman. Met de auto, de Dodge W200, met daarin gemonteerd een Detroit. Als opmaken voor de Flying Baker, oftewel Arjan Koopman uit Schonebeek. Hij heeft meegenomen zijn zelf geprepareerde Dodge W200. Dat is de bovenbouw, een pick-up met daaronder gefabriceerd de motor, een Detroit 2-takt V6 diesel. De achterbanden komen van een mobiele graafmachine af. En Arjan heeft hem helemaal zelf gebouwd. Weegt een 5,5 à 6 ton zwaar. En ik weet zeker dat Wim Lagerwij nu een hele lange afstand heel veel tijd op zijn stopwatch gaat zien. Alleen Arjan heeft wel één probleem. Het hele weekend hebben we de vliegende banden gezien. Alleen vanmorgen heeft Arjan zijn tweede versnelling eruit gedraaid. Dus hij zal in zijn eerste versnelling moeten gaan rijden. De
Dus dat betekent veel minder snelheid dan wat we hele weekend hebben gezien. Maar misschien maakt het voor het vliegen van de voordeur niet uit. Meestal rond de 70 meter gaat hij komen. Ja, 88 meter en 66 centimeter gaan we roteren, maar dat maakt in dit geval even niet uit. We gaan zo eens even kijken wat de tijd was.